Wist je dat een keukenspons meer bacteriën heeft dan een toilet? We gebruiken sponsjes bijna elke dag. Het wast al ons vaat en we zien het waarschijnlijk niet als een vies product. Maar Duitse wetenschappers ontdekten dat sponsjes zoveel bacteriën bevatten dat zelfs toiletten schoner zijn. Dat geldt natuurlijk alleen wanneer je één spons te lang gebruikt. Wetenschappers hebben duizenden sponsen microscopisch bekeken en ontdekten de organismen op dit product. Hiervan maakten ze foto's die gepubliceerd werden. Alle rode deeltjes zijn bacteriën. Sponsen zijn vaak nat en bevatten etensresten. Hierdoor zijn ze de perfecte plek voor bacteriën om te vormen, zoals Salmonella, E. coli en Listeria. Wanneer we ons bestek hiermee wassen, is de kans groot dat de bacteriën in ons lichaam terechtkomen. Dan worden mensen ziek en krijgen ze last van voedselvergiftiging, diarree en andere symptomen. De wetenschappers ontdekten ook dat de bacterievorming begint na ongeveer 1 week van gebruik. Het advies is daarom ook: vervang je spons iedere week.